Eind vorig jaar maakte het Openbaar Ministerie een keuze die eigenlijk niemand aan had zien komen. Ze besloten om Jeroen Riedbergen niet te vervolgen voor verkrachting. Heel erg vreemd, omdat eerder het nieuws was dat hij wel zou worden vervolgd, net als Ali B. De vraag was direct waarom hij ineens niet zou worden vervolgd. Er werd hevig gespeculeerd over de familie De Mol hier mogelijk invloed op heeft gehad. Het is tenslotte het vieze vriendje van Linda De Mol. Misschien hebben ze een goed woordje en een dik pak met geld meegenomen naar de politie. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak geseponeerd door het gebrek aan bewijs. Blijkbaar had Jeroen wel een voorgevoel dat het allemaal goed zou gaan komen, hij was voor de seponering van de zaak al bezig met zijn comeback. Erik de Zwart heeft laten weten aan Weekblad Weekend dat hij nieuwe muziek aan het maken was. Hij schrijft mooie muziek, zegt Erik. Nou ja, en binnenkort is het weer te horen, hè? Bij Gooise vrouwen natuurlijk. Daar heeft hij alles voor gecomponeerd. Dus die comeback heeft hij alweer. En aan wie heeft vieze Jeroentje het weer te danken? Natuurlijk, Linda de Mol.